Even naar de lounge van de Dave on Stage nachtclub, Ron Boshart. Welkom, welkom jongen. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik dacht altijd, dat is die man van televisie. En misschien denken wel meer mensen dat. En moet hij nou ook het theater in? Kortom, Ron, leg het uit. Wat is er aan de hand? Ik heb voor televisie al het cabaret gedaan. Ik heb ook een paar cabaretprijzen gewonnen. En ik vond het ook wel weer eens leuk om terug te gaan naar theater. Eigenlijk heb ik musical ook gedaan. En ik zit nu ongeveer 15 jaar bij de tv. En toen dacht ik, misschien kan ik dat wel combineren. Weet je, televisie en theater. En dat combineren op toneel. Want ik laat fragmenten zien van 15 jaar tv. En dat verpakt met allerlei liedjes. Wordt het een hele leuke avond. En is dat moeilijk? Dat is ook een beetje wat je van meer mensen hoort. Televisie is totaal iets anders dan theater. Dat is heel plat, 2D. Je mist niet de gezelligheid. Ik bedoel, hier komt zomaar iemand iets porno-achtigs aanbrengen. Nou, je hebt natuurlijk contact met je publiek, maar ik heb zoveel leuke programma's gemaakt, zoals Pluk de Dag en Match and Win. En daar laat ik allerlei fragmenten zien. Vooral van Pluk de Lach hebben wij dingen die we eigenlijk nodig hebben uitgezonden. En die laten we zien op een scherm. Dus ik leg het een beetje uit. Het is erg leuk om te doen. Ik zal even de datums noemen, is ook wel handig. Ja, 23 januari, Ron Boshart met Pluk de Lach in Theater De Stoep in Spijkenissen. Ciao, cheerio, chin, chin. 19 februari, Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Ciao, cheerio, chin, chin. Ja, nee, hartstikke leuk, zoveel optredens. Daar wordt op gedronken worden. 14 april, Theater Zuidplein in Rotterdam. Ciao, cheerio, chin, chin. En dan ga je nu naar de stage? Ik kan nog lopen met al die alcohol. Ik ga erheen. Dames en heren, applaus voor Ron Boshart.